It's all I wanna do. Hey Francesco en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Francesco en welkom bij de tweede dag dat ik bij Tom ben. En ja, dit is eigenlijk voor mij gewoon twee vlogs achter elkaar, want we hebben in totaal hoeveel uur geslapen, Tom? 0,0 uur gewoon. We wilden gaan slapen, maar het was er niet van gekomen dat we gewoon zoveel lol hadden. Maar kijk even hoe laat het is. Het is op dit moment 75. En als we naar buiten kijken, ziet het er best wel mooi uit in Dingsbloe. Dat zie ik nooit in Den Haag. Want als ik in Den Haag ben en ik word wakker, dan is 9 van de 10 keer al overdag. Omdat ik dan pas gewoon laat wakker ben. En hier ziet het helemaal ziek uit, zeker. Ja, kijk maar, dat is vet. Een beetje sjallen, maar is wel vet. Hier ziet het ook vet uit. Ja, op de vlog ziet het natuurlijk nog allemaal zij dan in het echt. Allemaal scheidevriend. Dus we gaan zo even naar beneden naar de honden toe. Dan gaan we die even gedag zeggen. En dan kunnen we even gaan lopen. Vet Jack. Godverdomme. Ik heb gisternacht trouwens ook wat FIFA potjes gespeeld. Ja. En er waren ongeveer 3 potjes en 2 heb ik er gewonnen en 1 Tom, dus Tom. Ja, maar even zeg even de uitslag, waar waren de uitslag? Maar 3-2 van hem, laatste minuut, dankjewel, top. Tom, waar heeft die mot gebleven? 5-4, die mof. Oh ja, mot. Kut, waarom zeg ik mof? We gingen op mottenjacht. Ja, ik zit nog op Twitter geboot, want ik denk dat niemand die gezien heeft. Eén gozer heeft hem gezien. Maar ik eraf gehaald, hoe stond hij in mijn blote pers? Ja, lekker dan. Ik denk dat hij ergens op de trap ligt of zo. Nee man, gek. Ik heb hem daar doodgeslagen. Ja, maar dat ding kan. We komen vandaag sowieso nog tegen, dus die gaat sowieso nog in de vlog komen. Laten we het hopen. Ja, let's go. En we gaan vanavond natuurlijk lekker uit eten bij My World. Een tering man, dat is over 12 uur pas. Ja, daarom. Laten we de setup gaan opstarten. Let's go. Mensen met een iPhone die hebben op een gegeven moment vanaf de iPhone 6 of met de iPhone 5. 4. Is bij de 4. Nee, 4. Ja, 4. Die doet het ook niet. Kwam iOS 7 uit. Toch? Zoiets. En Tom heeft op dit moment een iPad 1. Met welke iOS is dit? 5 denk ik. Ja, die kan ik niet zien. Hij heeft dus nog de oude shit van Apple, ja, waar Apple mee begon. Dat ga ik even laten zien. 5.1. Laat het zien. Kijk jongens. 5.1. Zo ziet het er natuurlijk nog uit. Zo, kijk. Hij heeft zelfs nog. Ja, hij heeft zelfs nog. De oude YouTube. De oude YouTube. Hier zo. What the fuck. Dit is wel echt bijzonder. Dit is echt gewoon nostalgie, toch? Goed, we gaan even de honden uitlaten. En Tom hoopt dus niet dat Abby die Ben heeft volgescheten. Want ze heeft nog wel eens, ze heeft nog wel eens een momentje dat ze, laten we zeggen, kakt. We gaan het weer open doen. Dan gaan we de laatste trap naar beneden. Dan gaan we het zien, Tim. Ik wil het zien. Hé, hey, er staat licht aan. 3, 2. Niet gescheten, hè? Het is safe. Oh, zou ik haar eruit halen? Oh, hallo. Hallo. Hey Abby. Goedemorgen meid. Goedemorgen. Hey lady. Goedemorgen. Hallo. Oh maar, dit is 6:30 ochtends. En Abby gaat. Dat beest schijnt alweer te eten. Net op tijd, gek. Ja, net op tijd, joh. Ik heb echt maar 48 vandaag, maar ik wel, Abby schijnt dus altijd wel. En we zijn dus nu net op tijd. Maar we lopen dus om 6:30 ochtends de honden uit te laten. Ik loop met Lady daar ergens. Daar is Lady. En kijk daar, hij is nog niet klaar. Nog niet klaar, hè? Tom. Tom loopt altijd met dat strotreppie erbij. Man, wij gaan even onze ronde aflopen. En ja, het is fucking koud. Kijk, ik heb een korte broek aan. Ik spoor ook echt niet en ik heb wel een jas aan. Ik ben bij de weg echt fucking lekker gestoken door muggen. Dus ik ga zo even lekker douchen. En dan gaan we even wat andere kleren aan doen. En vanavond gaan we lol hebben met Tom. We gaan even lopen. Het is echt in ieder geval super koud. En dan ben je opeens een paar uur verder, want Phoenixie en ik waren in slaap gevallen. Oh, komt dat Abby beest weer aan? Kijk dan jongens. Het is niet meer gezond. Kijk dan, Tom heeft dat blijft geen ADHD ofzo. Jawel. Moet ik Lady even omdoen? Kom maar Lady, voor Lady dit ding pakken. Maar we waren dus nog in slaap gevallen. Maar als we terug zijn gaan Tom en ik even hier zo'n videootje opnemen. Dus ik ga even de riem voor Lady omdoen. En dan gaan we een stukje doen. Onze haar ziet er sowieso niet uit, maar dat gaan we zo fixen. Maar Tom, het is fucking warm hier zo. Jezus. Hoeveel graden is het vandaag hier? Hier, Tom, hou jij Lady's B? 25 graden zeg jij? Oké, ik ga kijken. Ik ga kijken hoe warm het nu is. Dat kan ik natuurlijk niet zien. Ik heb hem op Den Haag staan. Dat is fucked up. Ja, dat kan ik dus nu niet zien. We gaan op dit moment even onze haren doen. En Tom heeft wax.
Die wax wordt echt fucking hard, bro. Dat is echt chill. Want normaal blijft wax bij mij net zitten omdat ik kut haar heb, wat fucking dik is. Maar deze blijft wel redelijk zitten. Dus dat gaan we doen. Where are you? Yeah, I see. De Venusie. En dit pad ging echt helemaal fout. Maar het is wel netjes weg gegaan, hè, Tom? Het is weg. Er is geen soap meer. Hoi. Mooi zo. Nou. Hoi. Hoi. Goedemorgen, jongen. Hoi. Ben je lelijk, zeg. Naartjes. Zien er weer prima uit. Yes. Heb je eens eventjes een broodje gegeten? Ja, die staat daar zo. Hier. Daar. En we gaan even omhoog, want Tom gaat zo meteen weer streamen. En ik zit er gewoon naast. Ik lees de chat een beetje door. Komt goed. En alles. Dus, kijk. Iets leuks dat Tom mij vertelde, is dat de lamp die hier hangt, ik ga even omhoog lopen, misschien nog beter. Dat is een straatlamp, toch Tom? Ja. Dit is dus zo'n straatlantaarnpaal geweest. Wil maar eentje buiten. Staat er eentje op de hoek. Staat er eentje op de hoek, waarom? Ja, doe maar open. Oh nee, deur zit op slag. Waar zit die? Oh, daar zo. Kijk, je ziet hem daar zo staan. Hier zo, bij mijn middelvinger. Daar. Gekheid. Zo, ik denk als hij op de grond valt, gek. Er zit een gat in. Nou, nu gaan we de trap weer op naar boven. Dus let's go, jongens. Nu we eigenlijk Pokémon aan het kijken zijn, heb ik even mijn Pokémon Go app opgestart. En een Dingspelo is niks. Tom, wat vind je ervan? Vind je dat ze er meer in moeten plaatsen? Ik speel het niet. Welk level ben je? 3. Kijk, jongens, er is letterlijk helemaal niks hier zo. Even kijken. Ja, hij is gefocust. Even wees inzoomen. Kijk, helemaal geen enkele Pokéstop hier in de buurt. Ja, een gym. Hier zo is een gym. Nou, 1 Pokéstop. Wow. Jezus, dat is echt heel erg veel. Dat is echt superveel, Tom. Kijk, dit zijn mogelijke Pokémon. Mocht je dat niet weten. Maar dat komt alleen omdat we dit aan het kijken zijn. Pokémon op Netflix. Ja. Maar ik heb het alweer een tijdje natuurlijk niet gespeeld. En focus. Ik heb zelf ook al heel lang geen Pokémon meer gespeeld. Maar ik ga het weer doen als school begint. Dan zit ik natuurlijk op de fiets. Ik kan gewoon mijn telefoon in mijn broek doen en dan kan ik die eitjes uit laten komen. Dus ja, we gaan nog straks even chillen. En vanavond ook nog even chillen. Dan zit het alweer op, ga ik morgen naar huis. Ja. Zo, daar ben ik weer. Ik moest mijn kamer opladen, want hij was helemaal leeg. En we hebben even lekker voetbal in de tuin. We gaan zo nog wel afvoetballen, ja? Als je klaar bent met GTA. Ik was nou even weer aan het kutten in GTA. Hij heeft eindelijk zijn eigen crew aangemaakt. Dus daar kunnen we nou ook weer, kan hij ook van genieten, want hij heeft natuurlijk zijn eigen crewkleur. Hij kan zijn crew emblem aanzetten, dus dat staat mooi op zijn auto. Moet hij wel eens even level 10 worden. Yes. Maar als we straks gaan voetballen, zullen jullie even in de tuin lopen, anders. Want we kunnen best wel redelijke ballen schieten, hè? Echt, hè? Dus het gaat wel lekker. Ik ben nu van eventjes een beetje weer tweets aan het beantwoorden, want de video staat nu online natuurlijk met de meeting. Want er komt natuurlijk een meeting aan, dat is morgen. Als jullie deze vlog kijken, of nee, wacht. Deze vlog kijken jullie pas na de meeting. En dan komt dus ergens deze week, of ergens volgende week, nog een vlog aan van de meeting zelf. Dus dat gaan jullie wel zien. We gaan eerst deze dag nog even afmaken, want ik ben hier tot morgen om 3 uur. Hè, Tommy? Ja. We willen op dit moment gaan voetballen en dan een timeless maken. Kwijt. Maar Tom is dat dingetje kwijt waar je je camera op moet schroeven om hem te laten staan. Dus we gaan hem even op dit moment zoeken. We gaan even lekker voetballen in de tuin. Het is lekker weer, dus waarom zullen we gaan binnen zitten? Als we kunnen voetballen. Eens even kijken, waar kan hij zijn? Hey Abby, hallo. Loop je weer achter me aan? Hey Abby. Hey. Hey. Oh ja, hallo. Hey Abby. Hallo. Hallo Abby. Let's go Abby. Woo! Hey, niet bijten man. Kijk eens jongens, hier is Abby. Heb je hem, Tom? Ga hem gewoon hier opzetten anders. Dit is de camera van Tom. Eén dikke DSLR camera. Waar? Wie? Waar zie je, waar hebben ze gescheten? Waar dan? Daar een beetje kijken. Oh, hier. Is dat net gebeurd? Ja. Gadverdamme. Ik ga dit toch. Kijk dan. Dat moet toch? Kijk dan. Yo, what the fuck? Dit is een kakskoude vies. Kijk ze. Gadverdamme. Hij schijt zich. Abby, wat heb je gedaan? Abby, wat heb je gedaan? Maar waar kijk dan gek? What the fuck? Wat heb je gedaan, mormel? Tom heeft hem er overheen geschoten. Nice, Tom. Lekker gedaan, pik.
Ik heb vandaag weinig vlogd. Dat komt omdat we eigenlijk heel weinig gedaan hebben. We zijn net uit eten geweest en we gaan ook niks meer doen. We gaan nu gewoon lekker chillen. Dus ik sluit hier bij de vlog af. Sorry voor een wat kortere vlog. Vandaag 2 awesome dagen bij Tom. Yes. We gaan dadelijk slapen. Dus straks. Thanks for watching. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op Tom. Ik krijg nog allemaal berichtjes goed vroemen. Dus thanks for watching. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. En dan Tom, kom maar doei. Doei. Adres.